Hey mensen! Het is alweer bijna Halloween en dat betekent dat jullie goed voorbereid moeten zijn. Dit zijn 10 tips voor Halloween. Met Halloween is het belangrijk dat je er goed uitziet. Of ja, goed, je kunt er beter eng uitzien. Je kunt ervoor je eigen masker maken, bijvoorbeeld met een pompoen. En ben je daar best wel goed in, net zoals ik, dan kan dat een behoorlijk goed resultaat opleveren. Dylan? Ik vond deze pompoen op de gang. Moet je hier nog iets mee? Ga weg. Wat? Waarom? Ga. Wat wil je met deze pompoen? Ga. Dat is normaal. Oké, mensen, we zijn nu in Toverland en in het park lopen allemaal mensen rond. En wij gaan ze laten schrikken. Hoe ga ik dat doen? Ik zie eruit als een prachtige dame. Ik ga achter mensen aanvliegen met mijn oxbord op deze manier. Kijk. En nou lijkt het alsof ik zweef. Tijdens Halloween moet je bergen met snoep ophalen. Zorg dus dat je genoeg ruimte hebt voor al het snoep. Hallo jongens, wil je... Trick or treat! Gooi het snoep er maar bij, achterin! Het is ook leuk om je huis wat op te fleuren met Halloween decoratie. Zorg dus dat je huisje ietsjes enger wordt dan normaal. Wat ben jij nou weer aan het doen? Halloween decoratie? Dat is toch eng? Het is tijd voor de volgende prank. En nu gaan we als Jason naar de achtbaan Troy met deze kettingzaag. Om in de juiste stemming te komen, moet je natuurlijk ook een aantal enge films gaan kijken. Hadden jullie een andere film kunnen kiezen? Ook je oma is een goed slachtoffer om te laten schrikken. Zorg er alleen wel voor dat je haar niet te hard laat schrikken, want dan kan ze misschien wel een hartaanval krijgen. Oma. Hey foodies! Vandaag gaan we een paar heerlijke Halloween recepten voor jullie maken. Als eerste gaan we dit angstaanjagende gebit maken. Oh, dat is wel echt heel eng hoor. En wij gaan deze schattige pompoenetjes maken. Nou, we hebben de ingrediënten al klaar liggen. Ja. Laten we gewoon snel beginnen. De onderkant. Die leg je er zo op. Tandvlees is rood, dus zorg dat je rood hebt. En dan een koekje er bovenop. En dan heb je een vampierengebit. En dan gaan we nou van de mais pompoengezichtjes maken. Kijk, je doet een beetje erop. Zo. Je moet bolletjes maken. Dat doe je dan met honing, want dat plakt. Zo, 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 kijk. Daar moet nou een gezichtje op. En een mond. Het is net een pompoen. En het is ook leuk om je moeder voor de gek te houden en zeggen dat het een echte pompoen is. Want ze zal het altijd geloven en dat is heel leuk. Nou mensen, dit zijn de Halloween hapjes geworden. Ja, ze zijn echt heel mooi. Lekker eten allemaal. Dag foodies. Doei. Oké, zoals je hebt gezien moet je heel veel mensen laten schrikken. Maar er zijn uitzonderingen. Dylan, wat ben je aan het doen? Ik zei, er zijn uitzonderingen. Kijk nou hoe schattig die is. Laat hem met rust. What the fuck? En vergeet uiteraard niet om je Halloween kostuum ook uit te doen. Het is namelijk niet iedere dag van het jaar Halloween. Goedemorgen allemaal.
En dat waren de 10 tips alweer. We hopen dat jullie een geweldige Halloween gaan hebben. Wij zijn op dit moment in attractiepark Toverland, waar de Halloween Nights zijn. En wat heel vet is, wij zijn hier 28 oktober weer voor een meet and greet in het park. Kijk in de beschrijving voor de link, daar kun je je speciale kaartje met korting kopen. En daar staat ook nog eens een leuke videoboodschap van mij. En als je een kaartje koopt, dan kun je ook nog eens een ritje winnen in Troy met Team Dylan Hages. Oh. Yeah! Hey. Hopelijk tot dan en vond je deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en klik op abonneren om gratis op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Later!